Mijn naam is Gian de Recht, ik ben 18 jaar. Ik woon in Papendrecht. Ik voetbal nu 2 seizoenen bij Vitesse. Ik ben van nature een aanvaller. Ik ben begonnen met voetballen bij onze lokale voetbalclub VV Papendrecht. Daar heb ik tot mijn 12e jaar gevoetbald. Toen ben ik naar FC Dordrecht gegaan. Daar heb ik 3 jaartjes gevoetbald. Toen heb ik er zelf voor gekozen om naar de Alphense Boys te gaan, een hoge amateurclub. En daarna ben ik bij Vitesse terechtgekomen. Toen ik de stap van FC Dordrecht naar Alphense Boys maakte, leek het eigenlijk meer een stap achteruit voor veel mensen. Maar voor mij was het een stapje achteruit om vervolgens 2 stappen vooruit te zetten. En uiteindelijk is het ook goed uitgepakt, ben ik bij Vitesse terechtgekomen. Dus dat is wel een goede les voor mij geweest. En daar ben ik ook erg tevreden over. Bij VV Papendrecht ging mijn broer voor het eerst voetballen. Toen was ik nog 3 jaar. Kwam ik aan in mijn spijkerbroek en op normale schoentjes. Toen zei de trainer uiteindelijk toch dat ik mee mocht doen. Toen vond hij dat ik wel goed kon voetballen. En zo ben ik eigenlijk gelijk op voetbal gegaan, samen met mijn broer. 3 broertjes heb ik. Mijn broertje die voetbalt ook nog steeds. Mijn broer die is zelf freestyle voetballer. Dus die doet heel veel trucjes met de bal en zo. Dus er wordt genoeg gedaan hier met de bal. Familie is heel erg belangrijk voor mij. Mijn ouders hebben me altijd gesteund in mijn voetbalcarrière eigenlijk. En ze brachten me altijd overal naartoe. Mijn moeder die filmde ook altijd de wedstrijden, zodat ik het later terug kon kijken. Ik ging kijken wat beter kon. Daarna kwam ik altijd even terug bij mijn moeder, wat ik goed vond gaan. En dan gaf ze op een compliment of ze zei ze iets wat beter kon. En ook van mijn broer kan ik erg veel leren. Die is ook heel erg serieus bezig met sporten. Dus daar zo kan ik wel dingetjes ook van oppakken inderdaad, over voeding en dat soort dingen. Als we spelletjes spelen thuis, dan is het wel altijd lastig met 4 jongens, want we willen allemaal winnen. Dus er komt soms nog wel eens ruzie inderdaad. Maar ik denk dat dat ook goed is, een beetje onderling strijd. En dat kan ook helpen met de voetbal, want ik denk dat je wel een echte winnaar moet zijn ook op het veld. Omdat ik ook in Zeeland al mee ben geweest op trainingskamp, heb ik daar al een beetje kunnen wennen aan de groep. Ja, dan ben ik altijd nog wel rustig, denk ik. Maar als ik mensen beter leer kennen, ja, dan ga ik toch wel vaker met ze spreken, grapjes maken. Ik merk wel dat de jongens steeds meer ook beginnen te praten tegen mij, tips geven. Ja, dat ligt natuurlijk wel aan omdat ik hier zo al wat langer ben nu. Dus dan leer je elkaar wat beter kennen, geven ze wat tips aan mij. Daar kan ik natuurlijk ook veel van leren van de jongens hier. Ik ben nu hard aan het werken om nog krachtiger en sterker te worden. Om echt met de jongens van het eerste team te kunnen concurreren. Ik train ook veel op mijn schot. Dat vind ik ook belangrijk dat die nog verbeterd wordt. En daarnaast probeer ik natuurlijk gewoon de snelheid van het eerste team aan te kunnen. Dus daar ben ik ook veel mee bezig. Ik denk dat het mooiste moment dat ik tot nu toe bij Vitesse heb meegemaakt wel mijn officieuze debuut is geweest. Ik heb nog niet mijn officiële debuut gemaakt, maar dat je shirtje krijgt met je naam erop, dat is wel een mooi moment. Ik stuur gelijk een fotootje naar mijn ouders toe. Ik focus me wel echt volledig op voetbal. Ik woon nu ook in Arnhem gedeeltelijk. Ik vind school ook erg belangrijk, dus ik doe nu examenjaar op VWO. Het is soms wel lastig te combineren, maar dit is nu mijn laatste jaar, want het is mijn examenjaar. Dus ik vind het wel belangrijk om de school dan af te maken, zodat je toch ook nog een plan B hebt als voetbal toch niet zo uitpakt als dat je hoopt of wilt. Ik denk dat ik alleen maar harder moet blijven werken om te zorgen dat ik bij het eerste blijf. En dus dat is ook mijn doel voor dit seizoen. Trainer Thomas Letje geeft me natuurlijk ook veel tips. Ik ben natuurlijk een jonge jongen, nieuw bij de groep, die op het begin natuurlijk een beetje moet wennen. Maar hij ziet mij ook wel op de rechterflank. Dus daar moet je natuurlijk ook soms verdedigen. Dat heb ik vroeger niet veel gedaan. Dus daar geeft hij me veel tips mee. Je werkt natuurlijk elke dag hard aan je doel. En als de trainer dan positief woord over je heeft, dat is natuurlijk altijd mooi om te horen. Maar je moet ook gewoon realistisch blijven en nog even hard blijven werken en je elke dag laten zien. Dat is denk ik het belangrijkste als voetballer. De ondertekening van mijn nieuwe contract vind ik een heel mooi moment. Het is natuurlijk fijn dat mijn familie daar ook bij kan zijn, zodat we dat moment samen kunnen delen. En daar ben ik erg blij en trots mee. Als de handtekening eenmaal op papier is, dan ben je natuurlijk hartstikke trots en blij. En
voelt het wel alsof het harde werken wel wordt beloond. Maar het is natuurlijk ook nog maar het begin van iets nieuws. Dus op naar meer.